Schiphol krijgt nieuwe bedrijfskleding. Begin oktober moeten in totaal 500 medewerkers zijn omgekleed. Voor het zover is, wordt de kleding eerst getest door 35 proefdragers. De huidige bedrijfskleding dragen we al ongeveer 10 jaar. Het is weer tijd voor iets nieuws. Schiphol Groep wil iets anders uitstralen dan 10 jaar geleden. We gaan gedurende 6 weken 35 mensen aankleden zoals het de bedoeling is. En die gaan op comfort testen en kijken van hoe de klanten erop reageren. De nieuwe bedrijfskleding is van de hand van Bas van Waaienburg. De Amsterdamse ontwerper is gespecialiseerd in bedrijfskleding. Het is een hele lijn verdeeld over 3 disciplines. We hebben hospitality, authority en workers. Hospitality is gastvrij en vriendelijkheid. Authority is autoriteit. Maar die moet ook die gastvrijheid hebben, zodat de reiziger ook aan een authority meneer of mevrouw de weg kan vragen. En workers, daar komen de gasten niet mee in aanraking. Maar daar hebben we weer heel erg op veiligheid gelet, omdat die mensen werken waar veiligheid heel belangrijk is. Ja, mooi ontwerp. Mooie heldere kleuren, mooie heldere strepen en emblemen erop. Dus ik denk als wij buiten lopen dat iedereen wel kan zien dat we van Schiphol zijn. Het meest opvallende in de representatieve outfit is het logo. Is de rood-wit-blauw-blauwe sjaal, maar vooral ook het Delfts-blauwe dessin in de blouse. Staat voor het feest van de herkenning als je thuis komt. Maar ook iedere reiziger kent Nederland van tulpen, klompen en Delfts-blauw. Nou, het ziet er goed uit. Het was wel even wennen, omdat je natuurlijk anders bent gewend. Maar het ziet er best wel leuk uit. De nieuwe Schiphol Group bedrijfskledinglijn wordt vanaf oktober dit jaar ingevoerd.